Eigenlijk Ja, nee, geen. was super gezellig, was leuk. Oh, nou ja, goed. Ja, we zouden vandaag beginnen met de Rosh Hashanah bladzij Tet Zayin. Dus meer het begin toe, Tet Zayin, dat is 16a. 16a. Ja. Naar de hele inleiding die ik u de vorige keer heb gegeven. Ik herinner me iets van 34a, klopt dat? Lamed Dalet. De Gemara gaat hier vanuit, uiteraard zou ik haast willen zeggen, dat alles wat er gebeurt in deze wereld is door Kosmorgo precies, hoe moet ik zeggen, gepredisponeerd. Van tevoren of op het moment dat het gebeurt, ingesteld. En we kennen ook de stelregel dan. Elie bladzijde 32 is dat. Wat zeg je? Nee, ik zeg eventjes voor degene die in Gemara, het is bladzijde 32. Ja, 16. 16a, bovenaan. De oh, 16a, oh 16. Dat is Tet Zayin. Tet Zayin, 16a, ja. Bovenaan. Oké. Okay. Dan moet ik dus helemaal terugkomen. Ja, en we gaan er dus vanuit dat alles door gesproken wordt, is geregeld. Behalve twee dingen. De Gemara heeft daar een bepaalde uitdrukking voor en zegt: Hakol bide shamayim. Alles is door gesproken, wordt door gesproken, geanceneerd. Goed smit sinim upachim. Behalve, sinim, dat is letterlijk vertaald verkoudheid. En pachim is. Blikjes, de dingen die je op straat zet, zonder, of je loopt zonder op te letten. Dus als je verkouden ziek wordt omdat je niet oplet en omdat je niet houdt aan in de tijd waarin je leeft geldende maatregelen, dan is het je eigen schuld. En wanneer je dus onvoorzichtig op straat loopt en oversteekt, laten we zeggen in Nederlandse taal, uitgedrukt tegenwoordig door rood licht, et cetera, en je wordt aangegeven, dan is het je eigen schuld. Tsinim upachim zijn je eigen schuld. Alle andere dingen, uiteraard, die gebeuren in je leven, zijn door Kosmorgo ingezet. En waar het mij dus hier om ging, en heb ik u vorige week, heb ik u daar een inleiding eigenlijk over gegeven, is om je te laten zien hoe de Gemara eigenlijk steeds probeert om ons in menselijke, voor ons begrijpelijke woorden uit te leggen en uiteen te zetten hoe Kosmorgo de wereld leidt. Hoewel we ons eigenlijk toch bewust moeten zijn van het feit dat het alleen maar een kwestie is van een, hoe noem je dat, een personele beschrijving. Want wij kunnen niet beschrijven hoe Kosmorgo de wereld leidt en we kunnen dat misschien niet eens, of vaak niet eens begrijpen, maar de Gemara probeert het ons op allerlei manieren duidelijk te maken. En dat komt in deze Mishne, die eigenlijk spreekt over de hele instelling van hoe worden wij door Kosmorgo en wanneer worden wij door Kosmorgo beoordeeld. Dat is allemaal in menselijke taal gegoten en met allerlei met allerlei proberen om het te linken ook aan psukim en aan bepaalde situaties. En om het ons duidelijk proberen duidelijk te maken hoe dat allemaal gebeurt. En als we dan beginnen met de Mishne, dan die is helemaal bovenaan. Dus Tet Zayin 16a bovenaan. Daar begint de Mishne met de volgende uiteenzetting. En zegt, Ba'arba'a prakim ha'olam nidon. Vier keer in het jaar wordt eigenlijk als het ware de wereld berecht. Dat zijn die vier momenten. Dat zijn vier momenten waarin er dus, ik zou zeggen, iets gebeurt in de wereld. Waarvan je zegt, dat is iets nieuws. En dat wordt dan Kosmorgo opnieuw bekeken. Namelijk, de Pesach à la Tua. Op Pesach, begin van de Pesach à la Tua, of de
het graan dat op dat moment, berecht wordt. Ja, u weet op Pesach, de uitgaande eerste dag Pesach, werd in de tijd van Beit HaMikdash de Omer gebracht. De Omer was de eerstelingen van de gerst. En van dat moment af dat die Omer gebracht werd, was het toegestaan om van de nieuwe Gadash, van de nieuwe oogst te eten. Voordat dat, zeker in de tijd van Beit HaMikdash, voordat de Omer gebracht werd, mocht je niet eten van de Gadash, de nieuwe oogst. En tegenwoordig zijn er verschillende meningen over in of dat wel of niet de Rabbanan is en of dat wel of niet nog als zodanig geldig is. Maar u kunt soms, kunt u vinden als u koekjes of zo die in Israël zijn gemaakt koopt, dan ziet u dus dat een haschaga erop staat, dat kosher is, maar er staat ook bij geen gashash van dat het niet gadash is. Met andere woorden, er zijn fabrieken en er zijn instituten die rekening houden met gadash en ook tegenwoordig nog ervoor zorgen dat ze de niet gebruiken voor Pesach van de nieuwe oogst, hoewel we geen omer offer meer kennen als niet meer hebben tegenwoordig. Daar hebben we het vorige keer hebben we er uitvoerig over gesproken, zoals u weet, in hoeverre omer wel of niet verbonden is met Shavuot, of dat het toevallig is en dat de omer alleen maar genoemd wordt in verband met Shavuot vanwege de tijdrekening, maar dat hebben we de vorige keer besproken en dat is vandaag niet actueel. In ieder geval, de Pesach is het Altoa, Batseret al Perot Ha'ilam, op Shavuot over de boomvruchten, Rosh Hashanah, op Rosh Hashanah, Kol Ba'e Olam Ovrin Lefanav Kevne Maron. Op Rosh Hashanah, letterlijk, trekken alle wereldburgers, zou je kunnen zeggen, alle mensen die op deze aarde wonen, trekken als het ware voor Akos Borgu voorbij, net als schaapjes als geteld worden, door een deurtje gaan, Shneemar, zoals er staat in de pasuk, Hayotzer Yachat Libam, Akos Borgu heeft al hun harten gevormd, Hamevin El Komasehem, en hij kijkt naar, hij beoordeelt, zou je moeten zeggen, hij beoordeelt hun naar hun daden. Uwegak en in Sukkot, Nidonin Anamayim, wordt recht gesproken over de regen. Dus wat doet de Mishnah hier? De Mishnah probeert ons duidelijk te maken dat iedere keer wanneer belangrijke dingen, met name in de landbouw, dat was vroeger de grootste leverancier van de Parnassa, van ons onderhoud. Dus wanneer er iets gebeurt in de loop van het jaar, in de seizoenen, waardoor er weer nieuwe opbrengsten moeten worden, ja, hopelijk moeten worden gezegend. Ja, dat zijn dat de momenten waarop ook een Sporgoe inderdaad deze opbrengst, hoe die zal zijn, hoe de oogst zal zijn, beoordeelt. We weten zelf tegenwoordig, helaas, hoe vaak het ook voorkomt, dat oogsten in delen van de wereld mislukken, waardoor in hele grote delen van de wereld een hongersnood niet alleen dreigt, maar ook is. Waar we tegenwoordig, omdat we in een deel van Europa, een welvaartsstaat leven, eigenlijk nauwelijks meer aan denken dat het zo is. Maar het is wel zo. Al dus de Mishnah. Dat is wat de Mishnah ons dus wil leren. Oké. Nu gaat de Gemoor, dit is een interessante discussie, gaat de Gemoor ons in detail even leren of in detail laten zien of bespreken wat is nou helemaal de bedoeling. Daar zegt de Gemoor, hai tevua, welke graanopbrengst is het die op dit moment, op Pesach dus, zoals de Mishnah zegt, welke tevua wordt op Pesach berecht? Ilema, als je wilt zeggen, hai tevua, de kaime, deze, de nut op het veld, middenin, nog niet rijpen, maar bijna rijpen,
op het veld staande koren. Als je denkt, als je zegt dat dat is. Hatua de kaima. Hoe kun je dat zeggen? Dat deze, dit graan wat nu op het veld staat, dat dat nu berecht wordt. Hoe is dat, hoe kan dat nou? Want kol hanea parteke de adu ala, alle gebeurtenissen die met, die met dit graan gebeurd is, dus de eventuele regens die, die al gedeelte van die oogst kapot hebben laten gaan, of juist een grote droogte in de periode dat dit graan al gezaaid was, waardoor het kapot gegaan is. Wanneer is, is dat dan door Korsbogen besproken, wanneer ik zeg dat op Pesach die twoer wordt berecht? Ella, ik kan dus alleen moet zeggen op grond van logica, tevoa de misdara, dat is het graan wat nu in het volgende seizoen, dus volgend op Pesach, dat nu wordt gezaaid. Want je kunt moeilijk zeggen dat, het dat er een beslissing wordt genomen over het graan dat eigenlijk al min of meer uitgegroeid is. Met andere woorden, als er dus staat in de Mishne, 4 keer per jaar wordt de wereld berecht, 1 door het graan op Pesach, dan moet dat slaan op dat graan wat nu in de volgende maanden wordt gezaaid, want het andere graan, dat staat al lang op het veld, en dan kun je moeilijk zeggen dat het nu wordt beoordeeld, want dat is moeten in de vorige periode al zijn gebeurd. Nu gaat de Gemara nog een stapje verder en zegt, ja, dat, daar kan ik ook iets tegen inbrengen. Le Memra moet ik dan zeggen, de gat dina mit dana, dat iedere graanopbrengst maar 1 keer, dus in het moment dat die wordt gezaaid, dat die dan wordt beoordeeld. Alleen maar 1 keer. Is dat de bedoeling? Watanya, en we hebben toch het volgende in een braise, hebben we het volgende geleerd. Let op. Tevua she'iraba keri. O'ones, een graan waar nare dingen mee gebeurd zijn, door die gedeelte, door droogte, laten we zeggen, verdroogd is, of hoe dan ook. In, als het geweest is, korma Pesach, als dit gebeurd is met het graan voor Pesach, nedonit le shavar, dan moet ik zeggen dat dat over deze graan geets is besloten door Akkos Worgu in het vorige Pesach. En le aga Pesach, wat er gebeurt met dit graan na Pesach, dat, nedonit laba, dat wordt nu, deze Pesach, besloten met betrekking tot de nog aanwezige toekomst van dit graan voordat het wordt gemaaid. En net zo, zegt de Gemore, Adam she'irabo keri o'ones korem yom kippur, iemand wie iets naars is overkomen en het is gebeurd voor Yom Kippur, hè? Dus ook in de, wat wij zo noemen, in de Aseret Yom Teshuvah, in de 10 dagen tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur, Nidon L'Shavar, dat is besloten door Akkos Borgu het vorige jaar, en Le'aga Yom Kippurim, maar wat gebeurt met de mens na Yom Kippur, dat is Nidon Laba. Dat is nu bij de Yom Kippur van dit jaar door Akkos Borgu besloten. Dus wat je, interessant wat je hier ziet is dat de Gemara heel erg weinig abstract dit benadert, maar heel concreet en doet alsof inderdaad dingen door Akkos Borgu op die momenten worden beoordeeld. En we zullen zo direct in de Gemara zien dat dat lang niet iedereen zijn mening is. En wij zeggen eigenlijk ook dat de Akkos Borgu de wereld voortdurend berecht. En wat zijn dan deze 4 momenten in het jaar? Je zou kunnen zeggen dat zijn 4 momenten waarop een bijzondere rechtspraak plaatsvindt aan de hand van ja, wat de mens verdient op dat moment. Aan wel of niet parnassa te
te krijgen. Dat zou je nog kunnen zeggen. Maar de Gomorra maakt het hier een heel erg, ja, nogmaals, concreet, heel erg tastbaar, heel erg menselijk uitgedrukt, dat inderdaad, ja, er is dus, Pesach is een tijd waarin graanoffer wordt gebracht, maar ook nog graan op het veld staat, wat later wordt afgemaaid. En dan zeggen we dus, ja, er zijn twee, zo'n graan valt onder twee momenten van een dien, van een rechtspraak van een kosmorgo, dus vorig jaar en dit jaar, en dan zeg ik dus simpelweg, dat wat de vorige Pesach gebeurd is, dat is vorig jaar berecht. En wat na Pesach gebeurt, dat wordt nu op dit moment berecht. Een beetje dus een, ja, simpel eigenlijk beredeneerd. De Gemore gaat hier direct een interessante conclusie aan verbinden. En dat is de volgende. Amar Rava. Rava heeft op grond hiervan de volgende conclusie gemeente moeten maken. Shemamina, tre dina mitana. Hier uit deze redenering blijkt dus dat je moet zeggen dat ieder graan, iedere oogst twee keer wordt berecht. Omdat één keer valt de dag van de rechtspraak op het moment dat het graan al op het veld staat. Van het vorig jaar en nog niet gemaaid is. En twee is de tweede periode waarin het ook nog niet gemaaid is. En die begint op Pesach en dat is tot aan het maaien toe. En beide, dus al die 1-1-1 graanopbrengst valt twee keer in de Pesachtijd. En op beide keren wordt over dit graan recht gesproken. En nu consequentie, zegt Rava. Of liever zijn Abaye, de tijdgenoot van Rava. Heel graag daarom. Kigazi inish de matslag zara afla. Als iemand ziet dat zijn late oogst, de oogst die laat wordt geoogst, dat die goed slaagt, dan liknem velizra gerpa, dan is het gunstig om vlug ook nieuwe graan op dat moment te gaan zaaien, dat de matile medaine, want voordat er opnieuw recht wordt gesproken, kadim salik is deze nieuwe graan, ook heeft hij al wortel geschoten en is die al een beetje opgekomen. Dus met andere woorden, we zien hier, dit is eigenlijk niets anders dan wat wij vaak gedurende het jaar ook zeggen. Dat gaat uit van de volgende gedachte. Dat is een menselijke gedachte. Ik ben een employé van een grote zaak. En ik op een bepaald moment ik heb heel goede dingen gedaan voor de zaak. En ik word bij de chef geroepen en die maakt mij een complimentje en die zegt, nou, je hebt het zo goed gedaan, je krijgt een loonsverhoging, dan ga je blij en opgewekt de deur uit en dan zul je je best doen in die periode om te laten zien dat je het goed kunt. Met het idee van, kijk, hij heeft mij nu net een beloning gegeven, laat mij zien aan hem dat ik nog meer kan. En misschien krijg ik weer nog een loonsverhoging. En dan maak ik gebruik van het feit dat die chef mij op dit moment goed gezind is. Dat is de menselijke gedachte achter deze beslissing. Een mens ziet, Kosmorgu heeft hem een brogen gegeven. Het gaat goed in zijn panose, gaat goed met alles. Dan moet je het moeite doen om in die periode nog andere dingen goed te doen, omdat je kennelijk bent in de periode dat de Kosmorgo jou goed beoordeelt en een brogen geeft. Wij zien dat bijvoorbeeld terug in onze stelling van als iemand een probleem heeft met zijn omgeving en er moet een rechtspraak ondergaan, dan kan hij dat het beste doen in het begin van de maand Adar. Dat is de tijd dat Haman die het Joodse volk wilde vernietigen, dat hij de vernietiging om zijn hoofd terecht kwam. Het Joodse volk is toen
geholpen. Dus iedereen die de Adar, begin van Adar, was kennelijk een, of is kennelijk een gunstige maand. En dat betekent dus dat het goed is om dingen die een beetje moeilijk voor je eigen bestaan zijn, nogmaals een rechtspraak die je moet ondergaan, et cetera, om die te doen in Adar met de hoop en de overtuiging dat een tijd is in het jaar, die Adar, dat de Kosborg ons extra helpt, zoals hij dat in het verleden gedaan heeft. Omgekeerd, in hetzelfde geldt omgekeerd voor de maand Aaf. Dat zeggen we altijd in die periode waarin de verwoesting van het Beit HaMikdash plaatsgevonden heeft, zelfs tweemaal plaatsgevonden heeft, is geen erg gunstige tijd voor het Joodse volk. En we moeten niet in die tijd komen met allerlei dingen die we willen hebben. En in die tijd zou je al dit soort zaken die je moet ondergaan en die een risico voor je volk hebben, die moet je dan in die periode juist niet doen. Het is natuurlijk, nogmaals, het is menselijk uitgesproken en zo op die manier neergelegd. Maar zo zijn de mensen nou eenmaal. En het komt overeen met wat ik u de vorige keer gezegd heb. Kijk, mensen moeten eigenlijk altijd zijn hele leven lang, moet die, als je het zo mag uitdrukken, tsoeën doen. Maar een mens kan niet een heel jaar, een heel leven op dezelfde pijl van tsoeën leven. Dus hebben we gemeen gezegd, we bestemmen een bepaalde periode in het jaar. Dat is de periode Elul tot en met Yom Kippur. Die bestemmen wij tot een korte tijd van een paar weken. En die moet de mens extra moeite doen om tsoeën te doen. Want een bepaalde dingen, een bepaalde periode waarin je extra iets van je verlangd wordt om die geconcentreerd in een korte periode te doen, dat zou iedereen moeten kunnen opbrengen. En zo is het met alle dingen die wij in het jaar vieren of betreuren. He, we hebben een bepaalde tijd in het jaar die Gazal hebben vastgesteld voor ons om vreugde te hebben. Dat is de periode van Sukkot, Shmiyat Seret, Simchat Torah enzovoort. Een periode die we liever niet hebben van treur, dat is de periode van Shabbat, Shabbat, Tammuz en Aaf. En we hebben periode van positief benaderd worden, waarin we hopen dat ons morgen tot in lengte van dagen het Joodse volk positief beoordeelt. Dat is dan de tijd in Adar om het Joodse volk te redden en te helpen van de moeilijke tijden. En dat is wat in deze denkmanier naar voren wordt gebracht, terwijl je in werkelijkheid heel duidelijk zou moeten zeggen dat het natuurlijk alleen maar een beeld is, want Agosvogel is er altijd en overal. En we zullen dat nu in de volgende uitspraken, zullen we dat ook zien, dat dat zo is. Maar in ieder geval, het is een goede manier om hier in te springen, zou ik willen zeggen, en te laten zien hoe de Gemara het voor de mensen begrijpelijk maakt en uitlegt dat hoe de mens wordt beoordeeld en ook als morgen hoe voortdurend naar hem kijkt en beoordeelt. Dr. Biel, mag je spreken, dat woordje likdim, valt dat onder de goede oogst? En dat hij dus moet oogsten? Of hoort dat bij likdim velizroa? Ja, want je zou kunnen zeggen, likdim, dus dat hij, zij ziet dat de oogst op het veld er goed uitziet en hij moet het nou dorsen. Ja. Of hoort het bij het volgende woord, hij moet snel weer gaan zaaien. Welk woord? Likdim. Likdim is vroeger. Hij moet de oogst die hij eigenlijk pas over een maand zaait, moet hij nu vroeger zaaien? Ja, maar de vraag is, mijn vraag is het misschien, behoort het nog ten eerste tot het sneller oogsten? Want hij ziet dat de oogsten goed uitziet op het land. Moet hij snel Zaris, moet die oogsten? Nee, hij moet de oogst die goed geslaagd is, die kan die, daar heeft hij baat bij. En hij zegt nu, Hakos Morgo heeft kennelijk het goed met mij voor, laat ik vlug deze periode benutten.
Ja, om nog meer mijn nieuwe oogst nu al iets eerder dan normaal te zaaien. In de hoop dat ik morgen hoe mij nog steeds in die goede periode placeert en mijn nieuwe oogst ook goed laat opkomen. Dat is de. Ja, het is een heel menselijke gedacht. Dus terwijl natuurlijk in wezen moet je dat heel anders, anders opvatten. Tenminste, het hoort bij Zria. Het hoort niet bij oogsten. Ja. Nou, kijk wat de Gemora nu zegt. De Gemora komt nu met een. Vraagt zich nu een gewone vraag af, die vaak in de Gemora wordt gesteld, op grond van. Vragen die de Gemora zal stellen. Namelijk, Manimas Nisim. Wie is de auteur van onze Mishne? We weten, dat komt heel vaak voor, en hier is dat ook het geval, dat er sprake is van een stam-Mishne. Dat wil zeggen, een Mishne zonder dat de auteur erbij staat. Heel vaak staat het wel bij. Rabbi Meir zegt, Rabbi Yossi zegt, Rabbi Yehuda zegt. Maar heel vaak is het ook een stam-Mishne, een Mishne waar geen auteur bij staat. Soms zeggen we dat is Rabbi Yehuda Nasi, die de auteur van de Mishne was, die uiteindelijk de Mishne heeft geordend in het einde van die periode. En, maar soms hebben we het probleem dat we een heleboel, zoals hier, zoals we zo direct zien, dat we een heleboel uitspraken hebben van bekende Mishne-leraren die niet overeenkomen met onze Mishne. En dan moet toch, die Mishne moet toch gezegd zijn door een van de bekende Mishne-leraren, van een van de bekende Tanaïm, want ja, anders is het in de lucht gegrepen. Dus de Mishne Gemora vraagt nu, Manimas Nisim, en daar kan ik op zeggen, zegt de Gemora, dat is Lo Rabbi Meir, dat is niet Rabbi Meir, Lo Rabbi Yehuda, dat is niet Rabbi Yehuda, Lo Rabbi Yossi, dat is niet Rabbi Yossi, Belo Rabbi Nathan, en het is niet Rabbi Nathan. Met andere woorden, we hebben hier een aantal bekende Mishne-auteurs. En waarvan we allemaal kunnen zeggen dat ze, althans a prima vista, eerste gezicht, nooit de auteur van onze Mishne hebben kunnen zijn. En ik heb dat in een schemaatje heb ik dat gebracht, waarvan ik hoop dat ik het kan laten zien. Kunnen jullie het zien? Ja, ja, prima. Ja. Waarom krijg je niet gewoon wacht even? De missie kan zijn Lo Rabbi Meir, niet Rabbi Meir. Lo Rabbi Yehuda, niet Rabbi Yehuda. Lo Rabbi Yossi, niet Rabbi Yossi. Niet Rabbi Nathan. Waarom niet? Rabbi Meir, ik kijk eerst even in de Gemara zelf. Rabbi Meir niet, waarom niet? De Tanya, Hakol Nedonin Berosh Hashanah, Ugzadin Shalem Biyom Kippurim, Lev Rabbi Meir. Rabbi Meir zegt, Hakol Nedonin Berosh Hashanah, alles wordt berecht op Rosh Hashanah, en de Gzardin, de uiteindelijke beslissing, valt op Yom Kippur. Nou, dat kan nooit onze Mishne zijn, want onze Mishne zegt dat dat de wereld wordt berecht op vier verschillende tijden. En Rabbi Meir zegt, Hakol Nidonin, door alles gebeurt op Rosh Hashanah. En de Gzadin is op Yom Kippur. Dus onze Mishne kan nooit Rabbi Meir zijn, duidelijk hè? Tweede, Rabbi Yehuda zegt, alles wordt niet, Hakol Nidonin, Hakol Nidonin, Rosh Hashanah. Alles wordt berecht op Rosh Hashanah, Ugzadin Shalem, en de uiteindelijke beslissing is, Kol Egot Egot Bismana, is op iedereen's tijdstip, namelijk, zoals de Mishnah aangeeft, Pesach, de gerst,
zwoers de boomvruchten enzovoort. Hè. Pesach al het voer, at serat al perot al elon, zwoers over de boomvruchten, begak al amayin, op Sukkot over het water, wa adam nidon b'Rosh Hashanah, en de mens wordt beoordeeld op Rosh Hashanah, u'gzardin shelo, b'yom kippurim, en de gzardin van hem is op Yom Kippurim. Nou, dat komt ook niet overeen met onze Mishneh. Onze Mishneh spreekt helemaal niet over een gzardin. Die zegt, er zijn vier keren dat de wereld berecht wordt. En dan in tegenstelling tot Rabbi Meir, die ze gezegd heeft dat al de gzardin van alles is op Yom Kippur, zegt Rabbi Yehuda, nee, de gzardin is ieder op zijn tijd. Maar de berechting, die is vier keer in het jaar. Dus ook dat is een uitspraak die niet zonder meer overeenkomt met onze Mishnah. En nu komen twee meningen die nog veel duidelijker zijn dat ze niet onze Mishnah kunnen zijn. Namelijk Rabbi Yossi. Rabbi Yossi die zegt, kijk in de Gemara, Adam nidon bechol yom, de mens wordt berecht bechol yom, iedere dag. Sheneemar, zegt de Gemara, zoals het staat in Pasuk, wat tifkedenu livkarim, u HaKadosh Baruch Hu, u bedenkt de mens, dus u houdt zich bijna bezig, u moet anders vertalen, u hebt een binding met de mens, en dat hebt u, wanneer, even kijken, waar ben ik? Rabbi Yosef, Adam neemt me gewoon om. De mens wordt berecht iedere dag, zeg maar. Wat heeft Kedeno, lieve Karim? U bedenkt de mens, u bekijkt naar zijn daden ieder moment. Ieder moment. Dat is wat Rabbi Yosef, Adam dan de Goljom. Adam, en niet zoals hier staat, als Al-Mishne zegt, dat de mens wordt op Rosh Hashanah berecht. Nee, de mens wordt ieder moment berecht. En Rabbi Nathan, die doet daar nog een schepje bovenop. En die zegt, Adam nidan begol sha'a. Ieder uur, ieder moment wordt de mens berecht. Dus met andere woorden, ik heb het hier nog een keer opgezet. Rabbi Meir zegt, alles wordt op Rosh Hashanah berecht. En de Mishneh zegt, nee, vier keer in het jaar worden de dingen berecht. Rabbi Yehuda zegt weliswaar, zelfs als de Mishneh viermaal per jaar wordt rechtgesproken, maar de gzardin van hem is ieder op zijn tijd, en de dien atzmau is op Rosh Hashanah, ongelijk aan onze Mishneh, dus Rabbi Yehuda kan ook niet onze Mishneh zijn. En Rabbi Yossi en Rabbi Nathan, die beide zeggen, de mensen wordt ieder moment, en zelfs ieder uur, bekeken door gesproken, is zeker niet de auteur van onze Mishneh. Dus in andere woorden, wie is de auteur van onze Mishneh? Ja. Dus Rabbi Nathan, zegt de Gemara, kijk maar één, kan ook niet van Adam nidan begossa. De mens wordt berecht ieder uur. Shneemar lirgaim tifchanenu, zoals het staat in Tehillim. Ieder moment, iedere minuut, wordt de mens, als het ware, door Akadosh Baruch Hu berecht. Zegt de Gemara nog even, Begitema lolam Rabbi Yehudahi. Misschien wil je toch nog zeggen dat Rabbi Yehuda zou eventueel nog de auteur kunnen zijn, Begikatani Matnitin, en wanneer de Mishneh dan zegt, van vier keer per jaar wordt er recht gesproken, dan agzardin, dan slaat dat op de gzardin. Wat heeft Rabbi Yehuda gezegd? Kijk hier op het schemaatje. Rabbi Yehuda heeft gezegd, alles wordt op Rosh Hashanah berecht, en dan is de gzardin allemaal op de dus de Pesach, Shavuot, Sukkot wordt allemaal berecht op Rosh Hashanah, zou je kunnen zeggen. En wat de Mishnah zegt, die drie keren van Pesach, Shavuot, Sukkot, dat is alleen maar de tijd van de Gzardin, de uiteindelijke beslissing.
van HaKadosh Baruch Hu. En als je dat zegt, dan zou nog de mission inderdaad door Rabbi Yehuda gezegd kunnen zijn, want dan klopt het wel, maar het klopt niet helemaal, het klopt maar een beetje. Want, zegt de Gemara, het klopt maar een beetje. Dr. Bio, we spreken natuurlijk over verschillende dingen. Ik hoor u heel slecht. We spreken natuurlijk over verschillende dingen. Rosh Hashanah en Yom Kippur, dat is vanwege de mens. Ja, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yichatemum. Dus dat gaat alleen maar over de Gzardin, over de mensen. En niet over de groenten en fruit, et cetera. Maar dan komt het toch ook niet met de mis, nee? Nee, dat zegt de Gemara ook. Ja. Ik moet zeggen, kijk, je zou misschien nog kunnen zeggen dat het Rabbi Yehuda is, maar Ihagi, als je dat zegt, Kasha Adam, dan is wat de Mishnah zegt over de mens, dat is moeilijk. Want de Mishnah zegt met betrekking tot de mens, ja, dat de Gzardin is om Rosh Hashanah. En Rabbi Yehuda zegt dat het zou moeten zijn op Yom Kippur. Dus over de mens klopt Rabbi Yehuda ook weer niet. Met andere woorden, we kunnen niet op dit moment zeggen wie de auteur van de Mishnah is, want ieder van deze vier genoemde auteurs zeggen iets met betrekking tot die rechtspraak en de Gzardin en het berechten, wat niet overeenkomt met onze Mishnah. Daarom zegt de Gemara nu, Amarava, Hai, Tanne, de Be Rabbi Ishmaeli. Het is de Tanne die geleerd heeft bij Rabbi Ishmael, want die komt goed uit. De Tanne de Be Rabbi Ishmael, die heeft gezegd, Arba Prakim, Haolam Nidon. Vier keer in het jaar wordt de mens berecht, of in de wereld berecht. Be Pesach, Alatwa, Pesach over het graan. Batzeret, Atleat Elon. Be Shvuot over de boomvrucht. Begaak alamayim op Sukkot tegen het water. Adam nidon b'Rosh Hashanah en de mens wordt berecht op Rosh Hashanah. Uzadin shelo nechtam Yom Kippurim en zijn gzardin is op Yom Kippur. Dat zegt die Tanne Dvei Rabbi Ishmael heel duidelijk en dat kun je inpassen in onze Mishnah. De Gikatani Matnitin. En wat is dan wat onze Mishnah ons leert? Wat wil onze Mishnah ons zeggen? Barba Prakim Nidona Olam. Vier keer in het jaar wordt de wereld berecht. Ja. En een van die keren, dat is Rosh Hashanah, waarbij de mens berecht wordt. En dat slaagt dan Atchilat Din. Op het begin van die rechtspraak. En dat betekent dus dat ja, ze wonen dicht bij elkaar. We gieken daar iemand niet in. Had Giladin. En als de Mishnah spreekt. De Mishnah spreekt dus alleen maar over het begin van de dien. Begin van de dien. En als je dat in Barba Parakima Oramidon, vier keer in het jaar, wordt de wereld berecht. En dat is de Tegillat HaDin, het begin van de dien. Dat is Pesach, dat is Atzeret, dat is Begak, Sukkot en de mens wordt het begin, Tegillat HaDin, het begin van de dien is ook voor de mens, is op Rosh Hashanah. En de mens wordt uiteindelijk de gzardin van de mens, is op Yom Kippur. Dat staat niet met zoveel woorden in de Mishnah. Dat kan dus best zijn dat Rabbi Yehuda dat is dat van mening. En dat kan ik hem aanhangen. En dan kan hij ook nog eventueel de auteur van de Mishnah zijn. Dus die mogelijkheden, die hebben we eventueel. Maar het meest beste uitkomt, is de Tanna de B. Rabbi Ishmael. Is dat duidelijk? Met dit schema? Ja, het schema is ja. Rabbi Meir kan het niet zijn. Rabbi Yehuda kan het niet zijn. Deze twee kunnen het niet zijn. Rabbi Yehuda kan het misschien zijn. Misschien zijn. Want die zegt toch ook, Hakol Nidonin b'Rosh Hashanah. Ja. Alleen, hij zegt,
De gezardin is ieder op zijn tijd. En dat is dan moet je dat invullen bij de mens. Want dat is niet de psot van de mission. Als je dat niet doet, zo staat het in de mission, dan valt Rabbi Yehuda ook af als auteur van de mission. En Rabbi Yossi en Rabbi Nathan vallen uiteraard af, want die hebben heel andere opvattingen over de rechtspraak van een kozmorgoe. Ja? Kijk, de Rabbi Yehuda was nog een twijfel, want die zegt ook 4 keer in de mission, 4 keer Abba-Parakim, heb ik hier staan, hè? Kol Nidon Boros, 4 op Rosh Hashanah, 4 maal. 4 maal wordt berecht, maar die 4 maal zijn de gezardin. Zijn de gezardin. En dat is dus niet in overeenstemming te brengen met de mens, want een van die 4 keer die in de mission staat, dat de mens voor akkoord voorbij trekt, dat is niet de gezardin. Dat is de rechtspraak. Dus je hebt in Rabbi Yehuda krijg je dan een tegenspraak. Ja, ik weet niet of ik het duidelijk verwoord. Is het duidelijk? Ja, want de gezardin en... Rabbi Yehuda blijft hangen op de uitspraak van dat hij zegt, kol echad bismano, dat komt mooi uit bij Pesach Shavuot Sukkos, maar bij de mens komt het niet uit. Maar dan zegt de Mishnah plotseling, Rosh Hashanah, kol be'olam ovrin lefnaf kevnei maron. Ja? En als ik zeg, dit spreekt allemaal van een gezardin, dan klopt dat niet bij de mens. Want de gezardin van de mens staat dus niet in deze Mishnah, dat het Yom Kippur is. Dus Rabbi Yehuda klopt niet. Als Rabbi Yehuda zou moeten kloppen, dan zou hij zeggen 4 keer gezardin en de mens ook gezardin. Zou de mens op Yom Kippur, maar dat staat er niet in. Ja, oké. Okay. Zegt de Gemora nog even verder. Zegt de Gemora nog even verder het volgende. Amrav Gista, mai tamen Rabbi Yossi. Wat is de reden van Rabbi Yossi? Kedakamatame, dat is zoals hij zelf zegt, er staat een pasuk. Wat if kedenu livkarim, u akosvorgu, u berechte mens iedere ochtend. Ja? I anan hagikom rinam. Daar kunnen we nog op vragen. Mai tamen lo amak Rabbi Nathan. Waarom zegt, dan is hij toch eigenlijk min of meer hetzelfde als wat die Nathan zegt. Rabbi Nathan zegt, Adam ook wordt berecht ieder moment. Omdat begina, Adam, nifgan begoljom, begina, dat is hetzelfde. Nee, zegt Gemara, begina, dat zijn mensen wordt onderzocht, dat is iyune be'almahi. Dat is alleen maar een oppervlakkig bekijken. En pekida is ook iyune be'almahi, is ook oppervlakkig bekijken. Dus met andere woorden, het klopt niet helemaal. Dan Rabbi Nathan en Rabbi Yossi zeggen dan hetzelfde. Als ik zeg, Adam, mensen wordt ieder moment wordt hij berecht van Pekida. Of zoals Rabbi Yossi zegt, de pasoek van, wat was het pasoek van Rabbi wat was het pasuk van Rabbi Yossi? Wat heeft Kedenu? En de ander zegt. Waar is die pasuk van? Alexandrine Kasje. Wat was, kijk in de Gemora zelf even. Ik ben het even kwijt. Rabbi Nathan heeft gezegd, Adam niet aan God, want er staat Lergaim Tivchanenu. Tivchanenu is van begina. Begina is een moderne woord voor examen. Hè?
Dus een onderzoek. De mens wordt voortdurend onderzocht. Zegt de Gemara nou, dat onderzoeken of dat bekida nakijken, dat is beide min of meer hetzelfde. Met andere woorden, dat is geen verschil. Ella amar Rabbi Gista, daarom zegt Rabbi Gista, tamen Rabbi Yossi, de reden dat Rabbi Yossi die Rabbi Yossi brengt, is een andere pasuk. Daar staat namelijk, la sot mishpat avdo mishpat amo Israël da yom yomo. HaKadosh Baruch Hu doet recht spreken over zijn dienaar, dus zijn volk, en over zijn volk, het volk Israël, iedere dag. Iedere dag. En waar Abraham Gista, uit die pasuk kun je nog iets anders leren. Uit die pasuk van la sot mishpat avdo om mispat amo Israël, dwar yom yomo, waarom staat achter elkaar en doet het en spreekt recht mispat avdo over zijn. Over zijn dienaar en hij spreekt recht over zijn volk. Waarom is dat dubbel? Zegt de Gemoor, Amram Gista, Melech vetzibur, Melech nichnas tegila, ladin. Dat geeft aan dat je een koning altijd als een koning en een volk voor de rechter voor Kosmorgo moet verschijnen, dan is het zo dat je de koning eerst moet laten gaan. Shneemar lasot mishpat avdo. Hij moet eerst door dat Kosmorgo recht spreken over avdo, zijn dienaar enkelvoud, om mishpat amor Israël en daarna pas over zijn hele volk. Maitame, en wat is de reden daarvan? Ibait Ema, Laaf Urge Ara, Lemetaf Malka Abrahi. Eén reden is, het is niet netjes om een koning niet als eerste binnen te laten gaan. Ibait Ema. En andere reden is, Mekami de Lippos gewoon af. Het is zo dat in de loop van de rechtspraak kan de rechter, en de Kosborgo dus in deze, kan ja, kwaad worden en laat de koning eerst gaan voordat Akos Borgu kwaad wordt en dan een iemand zou ook in menselijke uitspraak zou veroordelen zwaarder dan hij eigenlijk zou moeten hebben. Is het tot nu toe duidelijk? Ook die Rabbi Yehuda? Ja. Even goed bekijken of jullie begrijpen waarom Rabbi Yehuda het niet kan zijn. Omdat Rabbi Yehuda zegt weliswaar, nogmaals, Rabbi Yehuda zegt, Hakol Nidonin, Rosh Hashanah, ja. Hakol Nidonin Rosh Hashanah, op Rosh Hashanah wordt iedereen berecht, dat komt overeen met onze Mishnah, maar, zegt hij, Ugzadin, de Gzadin is ben collega twee gaat op Zmano. Maar, dat klopt niet, met de mens. Want de mens staat in die missie van ons. De mens gaat aan Akos Borgo voorbij, zoals een schaapjes door een deurtje. En dat is nog niet het moment van de Gzardin. Zoals de woorden, Rabbi Yehuda past ook niet in onze missie. Alleen die zou nog met moeite erin kunnen passen. Rabbi Meir helemaal niet. Want die zegt, Hakol alles op Rosh Hashanah, niks van vier keer per jaar. Rabbi Yosef Rabbi Nathan helemaal niet. Maar die zeggen dat iedere dag wordt dus met andere woorden, de beste is de Tanne de Rabbi Ismaël. Die is, moet je zeggen, dat is de auteur van de Mishnah. Want die zegt inderdaad, vier keer wordt de mens, vier keer in het jaar wordt recht gesproken. En de mens wordt ook recht gesproken op Rosh Hashanah. En de Gzadin is op hun eigen tijd. En dat komt hier in deze Mishnah niet ter sprake. Oké, goed. Nu, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En nu komt nog als laatste, wil ik het nog even hebben over de ons allemaal heel bekende vraag. Amarav Yosef, keman matslinan ha'idne aktsire mamreye. Wie is de auteur volgens welke mening davenen wij vandaag? Als wij zeggen, wat we zeggen op met Yom Kippur helemaal, hè? Yom Kippur is het einde van Aseres Metzuve. We staan de hele dag in Shul. In de tijd van de Beit HaMikdash is de grote dienst van de Kohen Gadol geweest.
En het einde van Yom Kippur zegt, Zakos Borgu heeft gezegd, heeft het volk vergeven, heeft gezegd, Salachti Kidwarega, ik heb jullie vergeven. Als we zeggen dat de Gzardin, de beslissing, hè, de Gemoor zal zo straks overgaan, het bekende beeld wat wij ook altijd zeggen op Rosh Hashanah Yom Kippur, als het ware, zitten er drie boeken van de Kodesh Baruch Hu, de Tzadikim, de Rasha'im en de Benonim, ja, en al die boeken liggen open op Rosh Hashanah en worden bezegeld op Yom Kippur. Als dat zo is, waarom daven ik dan door het jaar? Als ik zeg, einde van Yom Kippur, Shemus gezegd, afgelopen. Ik moet wachten tot volgend jaar. Kan niet meer, alles is bezegeld. We zeggen in Avinu Malkenu, we Godsmenu, bezegel ons in het boek van het leven. Nou, dan hoef ik op de dag, vanaf de dag na Yom Kippur, hoef ik tot het volgend jaar, hoef ik niet meer te davenen. Is staat allemaal toch vast? Dat vraagt de Gemoren. Volgens wie, welke mening is het überhaupt zo dat wij davenen iedere dag? Antwoord de Gemoren, come on, volgens wiens mening dat is, dat zal ik je beantwoorden. Dat is volgens de mening van Rabbi Yossi, namelijk, wat is de reden geweest, wat is de redenering geweest van Rabbi Yossi? Rabbi Yossi heeft duidelijk gezegd, Adam nidan begol yom. De mens wordt iedere dag door Kodesh Baruch Hu opnieuw berecht. En daarom is het juist om op iedere dag van het jaar verder ook te vullen te doen. En niet te wachten tot het volgende jaar. Terwijl maar volgens de shitten van de andere Tanaïm, van Rabbi Meir, van Rabbi Huda en al die anderen, die zeggen dat de mens wordt berecht op Rosh Hashanah, ja, dan is de Gzardin al uitgesproken, Ve'ena tefila mo'ila. En dan zou je dus zeggen dat de tefila helpt niet meer, afgelopen, dicht, de boeken zijn gesloten. Ja, nou, dan zal ik hier stoppen en het antwoord op die vraag schuldig blijven tot de volgende week. Maar in ieder geval kan ik u van tevoren zeggen, het is inderdaad juist om iedere dag te blijven davenen en wel te, en wel te doen. Want, en nu komen we eigenlijk weer tot de uitgangspunt waar ik van uitgegaan ben, waarom ik deze Gemoor met u ben gaan leren, omdat dit allemaal natuurlijk een beeld is. Het is niet zo dat dat er boeken liggen die... Het is een menselijke beeld. En de tijd van Rosh Hashanah Yom Kippur is inderdaad een tijd waarin het makkelijker is, op grond ook van de geschiedenis, op grond van het feit dat de Kodesh Baruch Hu het volk toen heeft vergeven van de Chet HaEgel, van het Gouden Kalf. Het is een tijd waarin we hopen dat de Kodesh Baruch Hu ons makkelijker vergeeft, waarom we daar in die tijd zoemen doen enzovoort. Maar om te zeggen dat het afgelopen is op het eind van Yom Kippur en Kodesh Baruch Hu zich verder tot begin van volgend jaar niet bekommerd om deze wereld, dat is natuurlijk niet juist. Met andere woorden, je moet natuurlijk wel iedere dag davenen, want in wezen wordt de mens iedere dag door Kodesh Baruch Hu beoordeeld. En iedere dag kun je ook, als je iets verkeerd gedaan hebt, kun je het weer verbeteren. En iedere dag heb je weer een nieuwe kans. Dat die kans makkelijker is in de tijd van Rosh Hashanah Yom Kippur, dat is punt 2. Maar het is niet zo dat dan alles afgesloten en voorbij is. Nou, dat eventjes van deze mission. Ik hoop dat het duidelijk geweest is. Ik vond het wel... Zeker. Ja, skouw. Goed, vragen? Ja, tot morgen. Vragen, opmerkingen? Nee, we moeten denken dat we, als we iets verder komen, dat er weer nieuwe verrassingen zullen komen in deze zaak, ja. Dit is wel duidelijk, de hele... Mamat van Rosh Hashanah en Yom Kippur en ook de Mamat van de Rishonim voor de verschillende het Hatshut van de Gzardin eigenlijk van de verschillende gewassen, zullen we dan maar even zeggen. Ja. Ik ben het heel slecht te verstaan. Ik zeg, ja, maar... Hoe komt dat? Ik weet het niet. Ik zeg het volgende. Het is duidelijk om te zien, de Gzardin
En de berechting van de mens op, dus, op Rosh Hashanah en Yom Kippur. Dan de uitwerking van de dien. En de andere dagen, dus alleen de dioen over de verschillende gewassen. Ja, dus... Nee, maar de Mishnah zijn we heel duidelijk. De Mishnah brengt toch ook over de mens. Ja, ja. Rosh Hashanah, kol ba'e olam, vrienden vanaf Kivnei Maron. Ja, ja, natuurlijk. Dat is heel duidelijk, ja. Ja, dus die hoort er ook bij. Die hoort er ook bij. Ja. Alleen, dat kan niet de gezardin zijn. Want dat is, de gezardin is een uiteindelijke beslissing. Ja, dus Rabbi Yehuda kan de gezardin wel zeggen, die andere drie zijn gezardin. Maar dan blijft moeilijk de uitspraak over de mens. Want dat is absoluut geen gezardin. Om te zeggen, de mensen gaan van Gods Borgel voorbij als de schaapjes. Dus het begin van de dien, maar niet de gezardin. Ja. Dus en dat klopt dan weer niet met Rabbi Yehuda. Ja, dus we hebben eigenlijk 5 dagen de mens over de mens wordt op 2 dagen gesproken en Rosh Hashanah en Yom Kippur. Ja, hij wordt gewogen en of te licht bevonden of niet. En de rechtszaak zelf wordt besloten op Yom Kippur. Ja, dus, en de andere dagen is gewoon een gezardin. Ja. Dus Pesach, Shavuot en Sukkot. Ja. Ja. Oké. Okay. Skaug, ja. Oké, okay, Skaug. Ja, heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank. Ja, heel dan de koffiepauze en dan volgt de sjoer van Rabbijn Jacobs. Wanneer vandaag? Ja, hierna, nu. Ah, oké. Ik zie het, ja. Ja, ja. Ik zie het. Over 2 minuten. Ah, het zal wel 5 minuten zijn. Ja. Als het maar geen stief kwartiertje wordt. Ja. Zit daar pakken. Pikken overs.